Goeiedag, dit is het nieuws van 7 januari 2021. We beginnen met het corona-overzicht. Landelijk is het aantal nieuwe meldingen gestegen met 9737. Dat is weer aanzienlijk meer dan gisteren. Maar dan de situatie in onze eigen regio. Voor het totaalplaatje kijken we eerst nog even naar de overzichtskaart van Haaglanden met het aantal inwoners per gemeente. En dan nu de kaart met het aantal nieuwe besmettingen. Kijkt u rustig naar uw eigen gemeente. Volgens het RIVM zijn er 529 mensen positief getest en dat zijn er 68 meer dan gisteren. In onze regio blijft het maar stijgen. De situatie in Haaglanden blijft zeer ernstig. Advies: binnenblijven, drukte mijden, handen wassen en bij klachten kunt u zich laten testen. U belt voor een afspraak 0800 1202. In Monster is een inbraak gepleegd in een woning aan de Voswijkstraat. De politie kreeg een melding dat de buren geluiden uit de woning hoorden komen. Het huis was echter al een tijdje onbewoond. Aan de achterzijde van de woning zag de politie een verdachte wegrennen richting de begraafplaats. Deze is niet meer gevonden. Het is nog niet precies duidelijk of er spullen zijn gestolen. Boeren Jeroen en Gusta van der Kooi zijn zelf met de verzuiveling van de melk gestart. Ze hebben een biologisch veebedrijf in Maasland. Ze wilden al langer op ambachtelijke wijze, zonder bewerkingen van de fabriek, de melk van de koeien verzuivelen tot een biologisch melk en yoghurt. De dieren op de boerderij krijgen de beste zorg. Er wordt niet het uiterste gevraagd van de dieren en ze eten gezond en ziekte is zeldzaam. Voor het verzuivelen van de melk gelden strenge regels. De melk en de yoghurt is te koop op de boerderij in Maasland. En nog meer dieren, paddentrek. Men is op zoek naar paddenoverzetters. De dierenbescherming is op zoek naar vrijwilligers om te helpen bij de jaarlijkse paddentrek. In Den Haag zullen tussen eind februari en begin april weer vele padden, kikkers en salamanders van hun winterverblijf naar hun voortplantingsplaats trekken. Daarbij moeten ze drukke verkeerswegen oversteken. En om te voorkomen dat ze hierbij worden doodgereden, zoekt men overzetters die hen helpen om veilig naar de overkant te komen. Ik sprak via Zoom met Carmen Silos en had de volgende vragen. Waarom zijn mensen nodig voor de paddentrek? Daar hebben we mensen voor nodig bij de dierenbescherming, omdat als de padden ontwaken uit hun winterslaap en ze willen paren, dan gaan ze vanuit de bossen de straat oversteken, drukke wegen oversteken, op weg naar het water. Dus als ze de weg oversteken, daar rijden auto's en dan worden ze platgereden en bereiken ze het water niet meer. En wat moeten ze precies kunnen en doen? Ze moeten in ieder geval gedurende 6 weken beschikbaar zijn en dan het liefst 1 vaste avond per week. Omdat we dan echt de roosters maken, zodat we er op aan kunnen dat die persoon ook kan. En dan is het 1 avond per week en dan vanaf 7 uur 's avonds tot ongeveer 10 uur. Dus dat is ongeveer 4 uur. Is het ook veilig, een coronaproef? Dat is zeker coronaproef. Normaal gesproken zijn we in teams van 8. Dat zullen we nu met de coronaregels aanpassen naar kleinere groepjes. Maar je loopt natuurlijk altijd veilig op 1,5 meter afstand. We zullen ook dit jaar ervoor zorgen dat mensen worden ingedeeld op hun eigen locatie. Dus ze krijgen een eigen stukje weg of een gedeelte van de weg. En daar zullen ze dan op die plek de padden van de ene kant naar de andere kant overbrengen. Dus ze zullen in ieder geval met z'n tweeën zijn. Eentje is ook voor de veiligheid. Dus dat gaat helemaal coronaproef. Dat hoeft geen belemmering te zijn. Nou, iedereen zou het kunnen doen. Je moet alleen wel rekening houden dat padden het liefste ontwaken en gaan lopen bij vochtig weer. Dus hoe natter, hoe beter. Dus als jij dat verder niet erg vindt en je hebt, je kan gewoon lekker wandelen. Je hebt stevige schoenen, want je moet natuurlijk wandelschoenen hebben of kaplaarzen. En je moet zo'n pad of een salamander, een kikker durven beet te pakken. Eventueel kan je van die handschoentjes gebruiken, maar niet te dik, want anders knijp je hem fijn. En voor de rest is er ook nog een informatieavond voor mensen die het nog nooit hebben gedaan. Dat is in februari en dat gaat ook via Zoom. Dus dan wordt er uitgelegd waarom hebben we paddenhulpoverzetters nodig. Wat doen die padden eigenlijk? Wat houdt het allemaal in? En wat moet je doen als je een bolletje padden op elkaar ziet? Ontzettend leerzaam. Dus dat is er ook nog. Dus in principe als je gezond bent, je kan lopen en je hebt geen hekel aan regen, meld je. Dankjewel. Tot zover het journaal van vandaag.
Heeft u nieuws voor ons of foto's en video's van bijzondere gebeurtenissen? Stuur ze naar redactie@regionieuws.tv of via WhatsApp naar 06 1970 25 10. Dank voor uw aandacht. Blijf gezond.